cursus Vrije Val bestaat uit 3 delen. Theorie, dan de fase AFF, de sprongen daarvan. En dan de verdere zette vorming tot een 40-tal sprongen. Sommige mensen hebben dat nodig om in plaats gesteld te worden op plaatsen waar ze niet kunnen geraken met een voertuig. En daarom moeten zij Vrije Val kunnen springen. Dus de theorie cursus houdt in kennis over het materiaal, die vrije valhouding, al direct een uitleg over de exit van het vliegtuig. En vooral al hetgeen dat kan misgaan, dat wordt natuurlijk ook besproken. Tijdens de theorie cursus gaan we dan een aantal minuten naar de windtunnel. De meerwaarde van de windtunnel is dat ze op dat moment eigenlijk al de vrije valhouding krijgen. En dat wordt al aangeleerd, zodanig dat we al een stapje voor hebben als we naar hier komen. Vervolgens, als ze geslaagd zijn, dan komen we naar hier. Dan begint de eerste fase AFF, een aantal sprongen die ze moeten doen. En vervolgens gaan we verder tot een 40-tal sprongen. En dan zou ze uiteindelijk moeten geslaagd zijn. We leren iemand het proces van vrije val door middel van een correcte grondopleiding. En dan de eerste 3 sprongen wordt hij begeleid door 2 onderrichters in vrije val. En vanaf de 4e sprong door 1 onderrichter. We evalueren een sprong vooral door de videobeelden te gebruiken en vooral door de ervaring van de jumpmaster of de onderrichter die meegaat. Wij komen naar Amerika voor de cursus Vrije Val, omdat het in de winter in Europa niet mogelijk is om te springen door de meteo die te slecht is. De opleiding vindt niet in een militaire basis plaats, omdat hier de zone vrij is van luchtverkeer. Op een militaire basis is meestal meer activiteit en vooral gelden er ook meer beperkingen.